Na afloop van de Koning Willem 1 lezing, de eerste is uitgesproken door Mark Rutte, onze minister-president. En laten we hem eens even doornemen met Ben Woldering. Je hebt aandachtig zitten luisteren, zag ik al. Zijn er nog wat zaken opgevallen? Ja, de speech van onze premier kwam heel duidelijk terug dat de banengroei in Nederland voor 60% te danken is aan de startende bedrijven. Dus de nieuwe generatie bedrijven die opstaan. Terwijl het grootbedrijf in feite aan het opruimen is, hè, aan het consolideren. Precies, dus dat is een mooie opsteker. Daarnaast wordt Nederland steeds ondernemender. En daarin werden wat vergelijkingen gemaakt met onder andere Duitsland en de Verenigde Staten. Waarbij Mark Rutte ook aangaf dat op handelsmissies het in Nederland qua omvang ideaal is dat bij die handelsmissies vaak niet alleen de grote bedrijven, maar ook het MKB en startende bedrijven vertegenwoordigd zijn. Iets waar Merkel bijvoorbeeld in Duitsland veel meer moeite mee heeft om die combinatie goed aan boord te krijgen. Omdat alleen al het grootbedrijf uit zoveel partijen bestaat dat ze daar al een selectie moeten maken. Laat staan een ruimte is voor het MKB. Dus dat Nederland eigenlijk de ideale omvang heeft om met snelheid te kunnen opereren en ook lijntjes te leggen. Zelf sta je natuurlijk ook nog steeds met je voeten in de klei. Merk je dat het ondernemersklimaat veranderd is ten positieve? Ja, wat ik merk is dat we ook binnen de Bencom groep hebben we hele goede lijntjes met de universiteiten en ook bijvoorbeeld met de Hanse Hogeschool in Groningen. En dat is iets wat ik wel zie veranderen. Dat die contacten beter worden en dat de lijntjes korter geworden zijn. En dat ook de hogescholen en de universiteiten ervoor openstaan om steeds meer samen te werken met het bedrijfsleven. En ik kom net terug uit Silicon Valley. En als je daar kijkt wat er in San Francisco gebeurt, hoe gevestigde bedrijven die succes hebben ook weer iets teruggeven aan de maatschappij in de vorm van het geven van colleges op universiteiten. Dat iets is dat heel positief werkt, want dat inspireert studenten weer. Als ze een verhaal horen van de oprichters van LinkedIn of de oprichters van Twitter of de oprichters van Facebook. Ik ben dus blij om te zien dat in Nederland dat ook gebeurt. En dat al die kleine dingetjes, het helpt mee voor een positief ondernemersklimaat in Nederland. Ja, in de lezing van de minister-president was ook veel aandacht voor duurzaamheid. Hè? Absoluut. Duurzaamheid kwam meerdere keren terug. Ja. Heb je idee want dat wordt apart aangemoedigd, hè, met de Koning Willem 1 plaketten. Eigenlijk apart natuurlijk, dat dat niet business as usual is inmiddels. Ja, maar ik denk dat het goed is om dat wel te benadrukken. En ook de stimulerende kracht via zo'n prijs tot uiting te laten komen. Zelf dus net terug uit Amerika. En dan zie je wat voor een afvalproductie daar nog is. Ook met de hele voedselconsumptie. Alles in plastic voorverpakt. Zelfs als je ter plekke gaat eten. Dan praat ik niet eens over de fastfoodketens. Maar gewoon leuke restaurantjes op de hoek van de straat. Waar je gewoon je eten, ook als je ter plekke gaat eten, driedubbel voorverpakt op je bordje krijgt. En dan denk je wel van, in Nederland lopen we daarin echt voorop op Amerika. Maar we zijn nog absoluut niet op de plek waar het wezen moet. Dus als de Koning Willem 1 prijs ook daarin een duwtje in de rug kan geven, dan is dat zeker meegenomen.